als we halen. Dus je moet echt gewoon gefocust zijn. Ja, tegen veel dingen moet je gewoon nee zeggen. En het is niet echt dat ik een coach heb of zo. Ik ben eerder mijn eigen coach. En voor mij kan je dan nooit helemaal zijn met preek. Er zijn altijd nog dingen die ik kan leren of die ik kan verbeteren. Je bent nooit uitgeleerd in preek, in hiphop algemeen. En je moet echt bezig blijven. Wil je die dingen behalen, die shit komt gewoon niet vanzelf. Wat echt mijn doel is gewoon in preek, is dat mijn preek gewoon net als een Air Max wordt, gewoon tijdloos. Dus als mensen het 50 jaar later terugzien, dat het nog steeds van die tijd zou kunnen zijn. Dat je krijgt als je zo'n titel wint is mooi, je bent trots op jezelf. Je bent blij dat al het harde werk wat je erin stopt beloond wordt. Dus niet qua naam en qua werk, want ja, het is gewoon niet makkelijk om gewoon als fulltime b-boy te leven. Dus daarom vind ik het ook fijn om bijvoorbeeld, als ik niet met break vol bezig ben, om dan even als ik thuis ben bijvoorbeeld,